de schoenijverheid industrialiseerde, maar ook de leerlooierij onderging verandering. In 1916 begon Christian van der A een looierijbedrijf aan de noordzijde van de spoorlijn, het latere Koninklijke Verenigde Leder, KVL. De vele kleine looibedrijfjes verdwenen langzamerhand. De volksmond sprak van de looierij. Het bedrijf heeft aan veel Oosterwijkers werk verschaft. De ledenfabriek sloot zijn deuren in 2000. Als de fabrieksfluit blies, ging men in de kantine schaften of naar huis om te eten. Bij de tweede keer blazen was het retour fabriek. Dit bedrijf had een voetbalclub, het latere Nevelo. Schoenmaker blijft bij je leest is een uitdrukking die in Oosterwijk letterlijk praktijk was. In het gebouw De Leeste Fabriek aan de Schijfstraat is in 2023 een bedrijfsverzamelgebouw gevestigd. Het oudere deel van het gebouw, het gedeelte met het zaagtandak, was vanaf omstreeks 1966 daadwerkelijk een Leeste Fabriek. Leesten worden er niet meer gemaakt, maar de naam is gebleven. Een van de meest bekende families van schoenfabrikanten was die van Puts. Bart, Chef en Albert hadden alle drie een schoenfabriek. Bart met Renata in de Bokselse Baan. Renata was producent van kinderschoenen. Het bedrijf is gesloten in 1993. Er was veel tumult vanwege het sluiten van de fabriek, zoals u ziet in de bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. Want we waren het bedrijf het ros, maar u meneer Willemsen, we zijn allemaal verschrokken een dinsdagavond toen we het brief ontvangen. Ik voel mij als bijna de oudste werknemer van de NATO zeer bedonderd door de directie. Als ik een dinsdag vraag voor schoenen die in loon op zand zitten en er wordt door de directeur gezegd, we moeten wachten tot morgen, komen morgen, dat hij dat om 3:30 vertelt, dan voel ik me eigenlijk bedonderd. En ik vind het heel asociaal als mensen meer dan 40 jaar gewerkt hebben om een brief in de bus te stoppen en nergens niks van weten. Ik weet het wel, ik heb het altijd gedaan, ik kom overal, maar ik vind het heel asociaal en de mening in Oostenrijk is zo ook. Toen ik gisteren gevraagd ben voor Omroep Brabant, heb ik mijn hart gestort en ik heb gesproken namens dezelfde. Ik heb geen huishouden bij mijn eigen zelf, dus ik heb gesproken met alles. Iedereen denkt aan zijn eigen hart, ik kom er echt vooruit, maar ik vind het asociaal en zijn veel mensen in Oostenrijk. Neemt u dat van mij aan? Ja. Albert Puts had een aanverwant schoenbedrijfje, gevestigd in het kleine fabriekje in het paadje bij de Oud-Harenseweg. Onder de naam Perdix produceerde hij kinderschoenen en herensandalen. In een Heerenveense krant stond deze advertentie. Chef Puts had zijn schoenfabriek Jupiter aan de Schijfstraat. Op deze foto wordt hij gefeliciteerd door zijn broer Albert en diens vrouw Mien Puts-Dankers ter gelegenheid van de opening van het nieuw fabrieksgebouw omstreeks 1970. Pazo, Paimans en Zonen, was de naam van een schoenfabriek aan de Parallelweg, in de volksmond de Prelweg, anno nu spoornaam. De fabriek had een eigen voetbalclub. Van deze club bestaat een foto waarop onder andere de later bekende Oosterwijkse voetballer Antoon Toontje van der Waals te zien is. Tijdens de oorlog is de fabriek verwoest door de ontploffing van de munitietrein in september 1944. Later stond aan de Schijfstraat de nieuwe fabriek van de familie Paimans en Zonen. Ook waren aan de Schijfstraat ooit gevestigd de schoenfabrieken Venus, die in 1970 is gesloten,
en tot 1979 Roswing van Roessel. In 1954 werd er een geldinzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van het verzet en hun nabestaanden. Ook hier leverde de schoen- en leerindustrie een bijdrage aan. Aan de Lint was tot 1959 de Colindo-schoenfabriek van Albert Kosters gevestigd. De VDH-schoenfabriek van der Heijden was ooit te vinden aan de Gemurlijkeweg. Allenu is hier de straatnaam Groenenborg. VDH had veel werknemers, waaronder Kees Massuger, op de film in het magazijn. Berkemans had ook een groot aandeel in de Oosterwijkse schoenindustrie. De fabriek stond aan de vloeiweg bij de brug over de Vuile Stroom naar de Bardijk. Er werd vaak geadverteerd voor personeel. Maar niet alles was rozengeur en maneschijn. In 1975 deed Berkemans middels een verzoekschrift aanvraag tot het verlenen van surseance van betaling. Eind jaren 70 van de 20e eeuw is de fabriek afgebroken. De TV-fabriek, eveneens aan de vloeiweg, onderdeel van Berkemans BV, produceerde pantoffels en slippers voor dames, heren en kinderen. Deze werden in vele advertenties aangeprezen. Gerard Berkemans, die op de Lint woonde, was destijds de directeur van de TV. Schoenfabriek De Meel van fabrikant Meels was gevestigd aan de Lint. Anno 2023 is hier de HEMA te vinden. Het publiek op de foto was niet allemaal werkzaam bij de fabriek, maar keek naar de Maria-processie. Het jaar is 1955. De bekende Oosterwijker Frans Meels was een van de laatste directeuren. Hij heeft zich daarna toegelegd op in- en verkoop van schoenen, waar later onder andere Mevio uit is ontstaan. Tevens stond Frans bekend als sponsor van voetbalclub Oosterwijk. La Hollande, de schoenfabriek van Larsen, was tot eind jaren 30 aan de Nicolaas van Estraat. Het bedrijf produceerde kinderschoenen. Later werd daar wolwasserij Dreugen, in de volksmond de Toddenfabriek, in gevestigd. Dit bedrijf is opgeheven in 1996. Cupido, het bedrijfje van Willy van Hoetem, produceerde schoenen en pantoffels aan de Hoogstraat 120. Voorheen was hier een timmerbedrijf en een sigarenfabriekje gevestigd van de gebroeders Graft. Er heeft bij Cupido ooit een grote brand plaatsgevonden. Rozen de Bakker, bedrijfsnaam Arbo, stond op de plaats waar nu de Jumbo supermarkt is. De fabriek stond dus dicht bij het centrum van Oosterwijk. De straatnaam is hier tegenwoordig Fabriekspad. In de Peperstraat, waar anno nu een kapperszaak is gevestigd, bevond zich ooit schoenfabriek Mallorca. Dit bedrijf werd door brand verwoest. Stoomschoenfabriek van der Heijden, later Hollandse Jongens, heette in de volksmond De Tuit. Het bedrijf op de hoek Pastoor van Beugenstraat De Kuil maakte heren- en jongensschoenen van het merk The High Shoe. Deze fabriek is in 1975 opgeheven. Een deel van het fabrieksgebouw is nu nog onderdeel van supermarkt Netorama. De schoenindustrie heeft veel Oosterwijkers werk verschaft en heeft zodoende veel voor Oosterwijk betekend. Toch is de schoenfabrikage er in de loop der jaren helemaal verdwenen en is er geen enkele schoenfabriek meer te vinden. Het enige nog bestaande bedrijf in Oosterwijk en bijbehorende kernen dat nog schoenen produceert, is Van Bommel, gevestigd in de kern Moergestel.